Een 15-jarige jongen heeft dinsdagavond 23 december een enorme ravage aangericht in de schoolstraat in Nieuwekerk. De jongen is met de auto van zijn vader door zeker 4 tuinen gereden en in een 5e tuin tot stilstand gekomen. De hulpdiensten ontvingen dinsdagavond vlak voor 10 uur de melding van het incident. Na een ambulance werd er ook op basis van de meldingen brandweer naar de locatie gestuurd. Er is echter niemand gewond geraakt bij het incident en ook is er van een beknelling geen sprake. Wel is de schade enorm. De 15-jarige jongen is met de auto van zijn vader door de Beieringstraat gereden richting het Oude Dorp. In de schoolstraat raakte hij de macht over het stuur kwijt en kwam na een tocht door 4 voortuinen uiteindelijk in de 5e tuin tot stilstand. De auto is vlak langs een aantal woningen gereden. De woningen zelf zijn niet geraakt. Wel zat de auto zo dicht bij de woningen dat een regenpijp kapot is gereden. De afwikkeling van het ongeval gaat enige tijd duren omdat de politie onderzoek wil doen. De 15-jarige jongen is door de politie aangehouden.